groot! Container nummer 1 is geplaatst. Je ziet er zo verslagen uit. We hebben betaald. Oké, onze loods. Goedemorgen. Vandaag gaat een nieuw avontuur beginnen. Spannend. Een koude douche. Ik ben wakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed zo, lieve mensen. Ik ben het wakker, man. Vandaag is een heel bijzondere dag. Let's go. Nou, ik zeg prima ontbijtje zo. Echt, joh. Kijk dan. Wat zou ik doen? Ontbijt maken of mijn laars zoeken? Vandaag ga ik naar de Checkpoint Base. Een nieuw avontuur waarbij wij de komende tijd hartstikke veel experimenten, testjes en vette avonturen kunnen gaan beleven. Ik ga dit samen doen met 5 andere leuke mensen. En we gaan dus naar die Checkpoint Base. En in die base mag letterlijk elke vraag die dwars zit in ons hoofd beantwoord worden door middel van een test. We gaan de camera dicht doen en we gaan aan de slag. Gisteren startte de auto niet omdat er iets mis was met de accu. Dus ik hoop dat hij nu gewoon gaat doen. Moment van de waarheid. Yes. Zoals je ziet, een leeg spoor. Jochem heeft zijn trein gemist. Kijk eens. Volgens mij ben ik de eerste van iedereen. Ja, dit is het pontje, jongen. Wow, ik lijk echt op een bij. Hallo. Ik heb er wel zin in. Ik heb er echt heel veel zin in. Ja? Ja. Nou, ik wilde eigenlijk net nog gaan zeggen, wat duurt het allemaal lang? Maar volgens mij komt er even aan. Alles lekker? Ja, man. Met jou? Ja, lekker. Yo, we zijn er, man. Wat een vroege morgen is dit. Oh, kijk. Daar staan ze al. Nou, daar zijn de dames. Toch? Hey, is goed? Jazeker. Hey. Ja, man. We zijn er. Check dan. Ik heb dus een verrassing voor ze. Dat weten ze nog niet helemaal. Ik heb een tas vol met leuke kleding. Want ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat iedereen er stijlvol uitziet. En een beetje een eigen identiteit heeft. Dus ik heb voor mezelf deze leuke gele trui. Oh. En dan heb ik natuurlijk een leuk jasje bij. Ik heb voor iedereen een kleur trui, dus kies maar je kleur. Okay, okay, ik ben helemaal geel vandaag. Maar wat denk je dat bij mij wordt? Hier, paars. Hotse vlots. Ik vind het een leuk kleur. Ik heb groen. Ja. Ik vind groen wel een mooie kleur. Rood? Ja. Jee, blauw. Dat is ook mijn lievelingskleur, blauw. Jasje erbij. Ja, lekker. Jasje hier, jasje. Zo. Doe maar even een fashion walk. Zo. Oh, kijk hoe mooi. Ik voel me hier helemaal goed in. Ja, staat je mooi. En zo. Ja, ik heb dus crafty bussen meegenomen. Eigenlijk, ik weet niet waarom ik dat neem, maar ik dacht, ja, misschien kunnen we iets leuks. Perfect. Dat klinkt heel goed. Klinkt heel goed. Dit is wat we hebben. Ja. Heel nice. Bam. Ready. Hoe vind je hem? Ik vind hem nice. Ik vind hem heel cool. Heel clean wel. Wat ga je doen? Vertel. Nou, ik heb deze snel even gespoten. En die wil ik dan op het zakje zo plakken. Dat lijkt me dan leuk, dat hij dan blaadjes achter geeft. Nou, ik ben benieuwd naar het resultaat. Misschien is het wel helemaal niks, maar... Ziet het niet zo? Het is. Nee, het ziet er helemaal niet zo. Nou, ik vind het alsnog best wel gruwelijk. Dankjewel. Ja, ik vind het echt vet. Oké, zijn we klaar voor het resultaat? Ja. 3. Wow! Nice. Blij mee? Ja, ik ben er blij mee. Zo, dit is vet, man. Cool, toch? Ja, dat is dope. Dat wil ik ook. Zo! Oh, lekker bezig! Lekker! Hey. Oh. Wat is dit? Ja, doe jij maar def. Je ziet er wel uit als een Franse kunstenaar zo met je hoedje. Je ziet er niks van! Oh, dit is wel balen, ja. Oh! Nou, dit is best cool! Dit is heel cool! Je ziet er zo verslagen uit! Ja, kijk! Ah, oh, man! Het is echt pijnlijk. Ik heb mijn groene jasje verpest. Ja. Ben je ook blij met jouw jackie? Ik ben heel blij met Mickey, ja. Daarom wil ik er ook helemaal niets mee doen. Ik ga toch, zeg maar, klauteren en springen. En misschien blijft er iets vasthangen waardoor er een scheuring komt. En dat is dan mijn pimp. Dus ik ga er zelf voor zorgen, maar niet met Grefty. Want ik vind het gewoon een mooi jasje. Grap jij me zo om? Hey, ik ga hem ontrappen. Oh! Nee.
Ja, dit zijn de zeecontainers. Dit zijn gewoon dozen. Wij gaan hierin leven. Zijn dit dozen? Maar het moeten zeecontainers voorstellen. En wij gaan een base bouwen met deze dozen, met de containers. Jochem, opnieuw, wiskundige. Ja, doe het even. Jij kan het veel beter uitleggen. Nou, ik vond het vrij de helder uitleg, toch? dit is een doos. We moeten bedenken dat dit een container is. En dan gaan we nu onze base neerzetten, hoe we dat leuk zouden vinden. Kijk, dit is ook mooi. Ja, dit is ook gezellig. Dit is ook leuk. Dan hebben we echt een commune. Ja, dit geeft iedereen een eigen box. Jongens, wat willen jullie hiervan? Dit is geen beest. Dat vinkje gaan we doen. Het vinkje? Ja. Oké, dus dan zo. En weet je wat ook nog wel cool is? Dat je een soort van bovenverdieping hebt. Dat je ook nog boven kan chillen. Zo hier tussen, dat je er door tussen de kan lopen. Zo, zat. Nou, wat we ook kunnen doen is de binnenwand eruit halen. Ja. Dat we een soort van hele dikke grote ruimte hebben. Oh ja. Dat is sowieso Dat is een goeie. Dat is echt wel vet. Dit is zo'n guys. Checkpoint logo met ruimte. Precies, dat is hoe het van het. Oké, 3 meter en dan hebben we bijna de V, onze loods. Oh, wat dom. Doe jij het maar, want ik ben ongeschikt. Beter. Nee, je moet een koel vangen. Zou ik anders eventjes een belletje plegen, zodat de container hier ook daadwerkelijk komt? Laat jij je mannetjes eens even komen. Doe dat. Let's go. Telefoon is hier zo. Kom uit Rotterdam, havengebied. Daar hebben we een hoop containers staan. Dus ik ga even een belletje plegen. A few moments later. De containers zijn geregeld, althans, ze gaan ze hier naartoe brengen. En dan gaan we gewoon starten met 2 containers die alvast klaarstaan om een begin van de base te maken. We zijn even van boven aan het bekijken hoe ons basecamp eruit gaat zien. Okay. Ik denk dat het vooral vet wordt als er de containers er staan. Ik zie het nu nog niet helemaal. Hé, hey, ik hoor een auto aankomen. Volgens mij is het... De container! De container! Bam, 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 bam. Daar komen ze! Daar zijn ze dan en ze zijn echt enorm. En dit zijn er pas 2. Moet je nagaan dat het gewoon hier straks zo staat. Ons beest. Oh, ik vind het echt vet. We gaan er sowieso op klimmen ook. 100%. Ja, tuurlijk. Het is echt. Oh. Oké, deze gaat nog even naar beneden. Dan gaan we. 1 keer. Straks gaat die liften. Wow, dit is vet. Niet normaal. 2 van de container. Dit is vet. Gaat het gewoon. De eerste container van de beest, jongens. Oh, wat vet. Container nummer 1 is geplaatst. Yay! De eerste container. Dat is gewoon ons huis van de vlucht. Nu mogen we erin. Dat is wel vet, hoor. Oh, en dat gaat nog helemaal mooi gemaakt worden ook. Vluchtjackje! Hij staat. Gaan we? Zeker. Tevreden? Ja! Het interieur. Vandaag is de living aan de beurt, want die is, dat is de enige die er nog maar staat. Wij vonden onszelf gewoon de meest fashionable. In ieder geval, wij vonden gewoon dat wij gangster genoeg waren om dit te kunnen doen. Oké, let's go. Oké, let's go. Daar gaan we de winkel in. Zo, er is wel veel hier hoor. Dit is leuk. Hoe zit dit chill? Ja. Hé, hey, wat vind je van deze lamp? Dit wil jij? Ja. Niet mooi? Nee. Oh nee, dit wordt wat. Zo worden we wel een beetje vies, hè? Ja. Moeten we wat aan doen. Zo, dat is een mooi pakkie. Zo, zijn we klaar om te verven? Waarmee gaan we verven? Ja, verf natuurlijk. Ja, verven. Oh, mooi. De eerste stukje. Daar gaat ie, jongen. Zo, dat is wel een mooi kleurtje. Goed wit dit. Het is wel met één zo'n stukje denk ik dat je al een lamme arm hebt. Ja, want je moet er ook 2 keer overheen. Ga ik die roller proberen? Ja, dit gaat wel een stukje sneller. Kijk. Ja, dit gaat aardig tempo. Maar dat kan wel sneller, toch? Zullen we gewoon even in de loods gaan kijken wat we voor een attribuut we allemaal hebben? Om het gewoon binnen no time te verven. Want ik denk als we dit doen, dan zijn we echt morgenochtend nog niet klaar. Nee, dat kan makkelijker dit. Deze is wel mooi. Wat is dat? Dit is een broodtrommel. Dit is nice. Hey. Mijn lamp mag niet en dit mag wel. Jouw lamp was echt puur lelijk, maar echt heel lelijk. Ja, dit is wel echt een prachtlamp hoor. Dit is mijn brother. Zijn haarlijn loopt wel iets verder naar achter dan die van jou. Zo. Ik weet niet naar welke barber jij gaat, vriend, maar ik zou een andere kiezen. Tijd voor groter geschut. Kijk eens wat wij hier hebben liggen. Een bladblazer. Ik weet niet of het goed voor de ding is. Maar ja, kunnen we altijd proberen toch? Kunnen we proberen. Waarschijnlijk gaat het wel iets sneller, hopelijk. Ik zie een hoge drukspuit. Als we gewoon die slang vullen met verf, misschien een beetje verdunnen met water. Zo! Die is wel lijn. En dan hebben we nog als laatste optie.
Volgens mij is dat gewoon zo'n onkruidverdelf waar gif in zit. Maar zelfde verhaal, verf erin, spuiten. Spuiten maar. Okay. Poging 1. Draait allemaal naast. Oei, 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 oei. De handen zijn geverfd, maar de container nog niet echt. Nee. Nummer 1 plan, dat werkt niet echt. Dus wat we nu gaan doen is het verdunnen. Die verf met water in een hoge drukspuit. Ja, mooi. Ja, het voelt wel alsof het gaat lukken, alleen ik vraag me af of we hiermee echt heel effectief heel die container gaan vullen. Nou, het idee is leuk. 3, 2, 1! Ja! Nee, de hoge druk werkt ook niet. Dan zit er nog maar één ding op, want we gaan niet met onze hand verven. Nee, daar hebben we helemaal geen zin in. De bladblazer. Oh. Au. Oh. Ik zie hele leuke foto's. Deze doen we. Kleuterkwartet. Jatse Junior. Soms moet je jezelf gewoon even mooi aankleden en dan heb je weer al het vertrouwen dat het goed komt. De achterkant dichtmaken met tape. Dan doen we deze helemaal vullen met verf. Mooi, 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 mooi. Hoppakee. Ja, gaat hier die lucht doorheen komen? Hè? Gaat hier die lucht doorheen komen? Dat zullen we zien. Ik had gewoon heel erg gehoopt dat ik gewoon liters met verf gewoon compleet die hele container kon dit maken. Zo jammer dat je echt zo'n leuk idee hebt in je hoofd en dat het dan niet werkt. Oh, wat een opgave, hé. Ja, maar dit is... En nu zijn lekker aan het verven en shit. Ja, lekker makkelijk klusje hebben zij weer uitgekozen. Ja, hier zijn de spullen. Bliep, 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 bliep. We hebben betaald. Ja. Ons heel interieur zit daarin. Ook laatste optie, de bladblazer, maar dan niet de verf in de bladblazer, maar de buiten. En dan kijken of we met de kracht van de lucht onze container kunnen verven. 3, 2, 1. Ja! Dit is vet hoor, dit is dik. Maar ik denk wel dat gewoon met de normale kwast, zoals iedereen eigenlijk gewoon normaal zou doen, dat dat toch het beste werkt. Ja. Ja, en ik moet jullie ook wel zeggen, jongens, het ziet er echt niet uit. Nou, het is. Nee, nee, moet je kijken, dit is echt. Het, ja, ik ben net super trots op jullie, maar moet je kijken, wat een bende. Kijk dan, alles ligt op de vloer. Ja, en jullie hebben wel echt heel hard gewerkt. We hebben hard gewerkt, inderdaad. Maar laten we gewoon misschien met z'n allen nu gaan verven. Ja. Ja. En dan met de kwast. En dan zorgen we dat voordat de kringloop hier is, ik had Julie en Gino, dat we dan gewoon alles geverfd hebben. Ja, het ziet mooi, er goed uit, het ziet er goed uit. Komt beter. Vond ik nou sarcasme, Devin? Ja, het komt beter. Kom aan, er zit echt helemaal onder, we hebben super hard gewerkt. Ja, maar die randjes man, kijk die hoeken. Oké, het kan beter, maar het wordt mooier, want zometeen staan Gino en Kajuli recht voor onze neus. Met de hele inrichting. En ik ben heel erg benieuwd wat ze hebben meegenomen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk een beetje verwachting, mooie lichtjes, een mooie bank, een kleed. Maar ja, wat hebben ze nu uiteindelijk echt gehad? Hey! Hallo! Moet je kijken, Def! Er heeft gewoon een jurk aan! Daar komt ze uit! Nou! Ja, we zagen het niet meer. Ik denk, ik moet een nieuwe jurk. En toen hebben we het hele... Daarna ging het helemaal top weer. Wow. We moesten even... Hé, hey, maar we matchen wel! Kijk, wij kunnen trouwen! Oh! Wow! Dit is echt heel mooi! Kijk eens! We hebben in ieder geval een bank. Die zie ik hier staan. Wat cool! Of niet? Hey, dit is mooi, hoor. Die trouwens ook heel mooi. What up people, welkom bij Checkpoint Crib. Meet onze crib. Dit is onze crib. Even snel, pap, 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 pap. Ik ga je stuk voor stuk laten zien wat wij allemaal hebben uitgekozen. Julie is bezig met deze mooie tafel die we hebben gefixt uit de kringloop. We hebben een broodtrommel, dat wou ze. Dit is de witte muur. Dit is onze... Ik moet je zeggen, ik ben heel blij met deze kast. We hebben spelletjes gehad, boksen. Weet je wat ik eigenlijk op hoopte? Een soort van sfeerverlichting. Ja, ik heb er niet echt over nagedacht. Ik moest meer focussen. Ik moest mij meer focussen op de inrichting. Ja. Heb je het een beetje frisje, Stef? Nou, wat we wel kunnen gaan doen, is gewoon een kampvuur bouwen. Ja, hey. Ja, met een kampvuur. Ja, dat is toch. Ja, daar ben ik wel voor in. Over heeft het heel erg koud. Je pakt even een kleedje erbij. Voor het kampvuur. Extra warmte. Gezellig. Dit helpt al enorm, man. Ze zitten al lekker bij het kampvuur en ik ga ze heel erg blij maken met marshmallows, cookies en chocola. Hallo! Hey, Rome. Jullie zijn goed bezig? Even mooi. Ja, oh, wat dan? Ik heb echt een verrassing voor jullie. Oh, je hebt eten. Ik heb eten. Weet je wat we ook kunnen doen? Een vuurdans eromheen. Ja, hoepa loepa. Hoepa, hoepa, hey. Hoepa, hoepa, hey. Hoepa, hoepa, hey.
hoeba, hoeba, hey, lager. Hoeba, hoeba. 1 hour later. Hoeba, hoeba, hey. Dit was Kajuli's idee. Hoeba, hoeba, hey. Nee, was dit was mijn idee. Ik geniet er zeker van. Zwerfvingers. Nou kijk, dit is een leuk vuurtje. Maar het is wel spectaculair als we het wat groter kunnen maken. En nou is het idee dat als je dus kaarsverf toevoegt aan een vuur, dat er dan wel wat leuks gaat gebeuren. Nou, daar gaan we. Moet je dit thuis... Wat gebeurt hier? Kan je wel echt spreken van een vuurtje. Wow. Maar wat gebeurt er nu dan? Maar wat is hier precies gaande dan? Je hebt een kaars erin gegooid en dan? Wat gebeurt er eigenlijk? Nou, dat kaarsveld dat smelt gewoon en dat is heel brandbaar. En daardoor worden die vlammen zo groot. Weet je wat ik ga doen? Doorheen springen. Zal er ook. Go! Twee containers naast elkaar gezet. Jullie hebben vet goede spullen gekocht. Ik denk dat het alleen maar beter en mooier en groter kan worden. Ja, het coolste was denk ik wel het moment dat al die containers zo bij elkaar kwamen. En er stonden er natuurlijk twee, maar dan ging ik gelijk zo inbeelden dat er straks 7 staan op elkaar. Ik vind het zo leuk. Ja. Wat vond jij het leukste moment? We hebben nog alle tijd samen. De beest gaat sowieso uitgebreid worden. Dit is pas een begin. Dus ja, tot de volgende checkpoint. Yes. Woo! Yes. Right.